Beste kijkers en luisteraars, welkom bij de live uitzending van Studio Alphen vanuit het burgemeester Visserpark bij de dodenherdenking 2019 op deze 4e mei. U ziet en hoort Artie Etterik Leoni die koraalmuziek verzorgde terwijl de stille tocht arriveert vanaf het Joods monument gelegen aan de Laan der Continenten met begeleiding van de tamboergroep van Combrio en Crescendo. Na het klokkenluider wordt het taptoensignaal gespeeld door Samuel Schelling. Tijdens deze herdenking kunt u na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus kijken en luisteren naar een toespraak door burgemeester Liesbeth Spies, waarna een gedicht zal worden voorgedragen. Het gedicht voor deze herdenking wordt voorgedragen door Rosalie Indinkenge. Daaraan opvolgend is er de kranslegging namens het gemeentebestuur en is er gelegenheid voor alle aanwezigen in defilé ook bloemen bij het verzetsmonument neer te leggen en te gedenken. Om 8:30 zullen lopers naar Wageningen vertrekken voor het ophalen van het bevrijdingsvuur. En om 9:00 begint er in de Adventskerk een concert door het Oratoriumvereniging met het Requiem van Mozart. Op deze wat koude zaterdagavond, 4 mei, zijn we allemaal naar hier gekomen en willen we bij het verzetsmonument stil staan en stil zijn bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Namens het comité herdenkingen heet ik u allen, jong en oud, van harte welkom op deze bijzondere jaarlijkse plechtigheid. Traditiegetrouw is de dodenherdenking in Alphenstad vanmiddag om 4:00 begonnen bij het Indiëmonument in het Hazenveld. En om 7:00 stonden we bij elkaar rond het Joods monument aan het Raoul Wallenbergplein. En een stille tocht langs het oude raadhuis bracht ons hier bij het verzetsmonument. Welkom bij de herdenking van alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, nu 74 jaar geleden. Herdenking ook van alle slachtoffers die na 1945 dichtbij en ver weg door oorlogsgeweld hun leven hebben verloren. Herdenking tenslotte ook van onze militairen die zijn omgekomen bij de uitvoering van de vele vredesmissies. Welkom ook aan alle Alphense lopers die na afloop van deze plechtigheid naar Wageningen zullen vertrekken, waar ze vannacht om 12:00 het bevrijdingsvuur overhandigd zullen krijgen. Dat vuur van de vrijheid zullen ze vannacht in estafette, lopend en fietsend, in de ochtend van bevrijdingsdag naar onze gemeente brengen. De intocht van het vuur start zondagmorgen om 12:00 vanaf het Hazenveld. En de lopers met het bevrijdingsvuur zullen dan begeleid worden door een kolonne van historische legervoertuigen en de drumband van Hazenswoude. Rond 11:45 stopt de kolonne hier op het burgemeester Visserpark
En dan zal het bevrijdingsvuur door burgemeester Spies bij het verzetsmonument worden ontstoken. Daarna wordt het vuur door groepen kinderen in de legervoertuigen naar de verschillende oorlogsmonumenten in de kernen gebracht. Herdenken en vieren zijn daarmee onlosmakelijk weer met elkaar verbonden. Het programma van de herdenkingsplechtigheid vanavond is als volgt. Na het taptoe-signaal, op de trompet gespeeld door Samuel Schelling, houden we allemaal 2 minuten stilte. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. Vergeet niet ook uw mobieltje stil te zetten. Vervolgens zingen we het eerste en het zesde couplet van ons volkslied Het Wilhelmus. Daarna zal onze burgemeester Spies u toespreken. Aansluitend zal Rosalie van Iddekinge, een leerlinge van het Scala College, het door haarzelf geschreven gedicht Als een vis in het water voordragen. De burgemeester zal vervolgens samen met raadslid René Driessen namens het gemeentebestuur een krans leggen bij het verzetsmonument. Het monument wordt geflankeerd door een erewacht bestaande uit de 4 oud-militairen Jan van Lente, Rob van Kuppenveld, Ronald Martin en Hans Lefeber. Daarna krijgt u allemaal de gelegenheid voor een bloemenhulde bij het monument. Ten slotte wil ik u nog wijzen op 2 bijzondere evenementen vanavond. Om 9:15 vindt in de Adventskerk een prachtig herdenkingsconcert plaats. Het Oratoriumkoor Alphen, onder leiding van Patrick Pranger, heeft dit jaar gekozen voor de indrukwekkende requiem van Mozart. Deze uitvoering is bijzonder omdat het instrumentele deel geheel is gearrangeerd voor 4-handig piano. En om 9:00 wordt in het Parktheater door het productiehuis Alphen aan de Rijn, Alphen aan het ingrijpende toneelvoorstelling Haar naam was Sara gespeeld. Als 10-jarig Joods meisje wordt Sara in de oorlog samen met haar ouders opgepakt en gedeporteerd. Om hem voor deportatie te behoeden, verstopt ze haar kleine broertje in de kast en doet de kast op slot en zegt tegen hem dat ze hem zo vlug mogelijk weer zal komen halen.
Dit jaar, waarin we vieren dat het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden werd ingevoerd, staan ook 4 en 5 mei in het teken van in vrijheid kiezen. Het is de aanloop naar 75 jaar vrijheid. Een lustrum dat al in het najaar in het zuiden en oosten van ons land wordt herdacht. 100 en 75. Het zijn indrukwekkende getallen die van heel lang geleden lijken. Er zijn nog maar weinig mensen onder ons die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben meegemaakt. Jongere generaties zijn gewend geraakt aan een periode van vrijheid en vrede in ons land. En toch, onze vrijheid van nu komt voort uit de onvrijheid van toen. Om die reden zullen we blijven herdenken. In 40-45 werd de rechtsstaat buitenspel gezet. Het Binnenhof, het open huis van onze democratie, werd een gesloten natiebolwerk. Ons land was overgeleverd aan een nieuwe orde, waarin grondrechten met voeten getreden werden. Geen vrijheid van meningsuiting. Geen vrijheid om je stem uit te brengen. Geen vrijheid om je geloof te belijden. Geen vrijheid om je recht te halen als dat geschonden werd. Van de ene op de andere dag golden andere regels, die doorsijpelden in de meest alledaagse dingen. Er was zoveel dat je werd opgelegd of afgenomen, dat je eigenlijk niet meer bestond. Wat dat betekende en hoe dat echt voelde, kunnen wij ons amper voorstellen. Want hoe kun je je een mening vormen als je niet meer vrij bent om de krant te lezen? Als je de radio moet verbergen, omdat die anders in beslag genomen wordt? Als journalisten niet meer kunnen schrijven over wat ze in de samenleving opvangen? Critici niet meer kunnen zeggen wat ze vinden? En hoe moet je zorgen voor je gezin als er geen werk meer is? Als je niet vrij bent om boodschappen te doen, maar uren in de rij moet staan voor een aardappel of een stukje zeep? Als de schaarste voor knagende honger zorgt, terwijl je zoveel monden moet voeden? Als je weet dat jouw stuk brood, zo zwaar bevochten, altijd betekent dat er minder overblijft voor een ander? Wanneer je machteloos moet toezien hoe jouw dierbaren lijden, wordt het steeds verleidelijker om je over te leveren aan eigen belang. Hoe kun je kind zijn in oorlogstijd, als de deuren van je school gesloten blijven? Als je op een mooie zomeravond niet meer buiten mag spelen, al lonkt de zon nog zo uitnodigend. Als er geen aandacht is voor jouw dromen en talenten, omdat niemand weet of er nog een morgen zal zijn. Als je de angst kunt aflezen aan het gezicht van je moeder en je nergens meer veilig bent. Wanneer kinderen geen kansen krijgen om groot te groeien, dooft het vertrouwen in een betere toekomst. Als dat allemaal niet meer vanzelfsprekend is, wordt de samenleving in ellende en verdriet gestort. Dat is wat oorlog met mensen doet. Zelfs de meest basale dingen blijken dan van essentiële waarde. Dat zag ik een paar weken geleden ook terug in de ogen van kinderen van groep 7 op een basisschool in Boskoop, toen ik samen met mevrouw Bobeldijk die school bezocht. Haar vader was in 1940 een van de eersten die sneuvelden in Valkenburg. Zij vertelde aan de klas hoe zij daarna de oorlogstijd had ervaren. Met al die kleine en grote gebeurtenissen die haar jeugd kleurden. Juist in de alledaagse voorbeelden ontstond de herkenning. De kinderen hingen aan haar lippen.
Ik zag die ogen steeds groter worden. Dat is de kracht van het verhaal, overgegeven van generatie op generatie. Dat is ook de kracht van de stilte van zojuist. In die stilte gaan we bij onszelf te raden om in vrijheid te kiezen voor wie we willen zijn en wat we met elkaar tot stand willen brengen. Onze vrijheid berust op gedeelde democratische waarden die we moeten koesteren en beschermen, juist in vredestijd. Zij vormen het morele kompas van onze samenleving. In ons land mogen we genieten van vrijheid, zolang we de vrijheid van anderen niet schaden. We mogen van mening verschillen, zolang we daarover in gesprek blijven met elkaar. In dat debat, in het uitwisselen van argumenten en ook de bereidheid om te luisteren, ontstaat ruimte om je eigen keuze te maken. Dat is niet alleen een verworvenheid, maar ook een opdracht voor de toekomst. Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, verwoordde het als volgt. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Laten we onze kinderen leren om zelfstandig te denken, zoals wij ook de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en voor de ander. Laten we verschillen bespreekbaar maken en niet wegkijken wat ons onrust baart. Laat ons gedenken om niet te vergeten welke offers zijn gebracht voor wat wij gewoon zijn gaan vinden. Laat de stilte van vandaag een uiting zijn van betrokkenheid en niet van angstig zwijgen of onverschilligheid. Dan kiezen wij in vrijheid voor vrijheid. Mijn moeder zegt altijd, vrijheid, blijheid. En daar ben ik het helemaal mee eens. Een stad, een land, een wereld die vrij is. Geen oordelen, jezelf mogen zijn en je veilig voelen. Vrijheid in de toekomst en vrijheid voor onze kinderen. Dat is wat vrijheid zo mooi maakt. Maar vrijheid is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is wel iets om bij stil te staan. Zo hoort het en zo zal het zijn. Vrijheid om onszelf te zijn. Vrijheid is voor mij als een vis in het water. Een vis hoort in het water. Een mens hoort in vrijheid. Neem een beekje vol verschillende vissen. Ze verschillen van elkaar in uiterlijk en soms ook in gedrag. Om in vrijheid te leven, moeten we focussen op dat wat we gemeenschappelijk hebben. Zoals de vissen in het water, de een groot, de ander klein. In respect voor elkaar, omdat het allemaal vissen zijn. Dat is vrijheid voor mij. Thank you.
Nadat de burgemeester mevrouw Spies en de heer Driessen van de gemeenteraad volgen nu meerdere leden van de gemeenteraad en het college met de kanslegging en daarop volgend de défilé van de aanwezigen. Aanwezigen toch in de grote getale opgekomen ondanks de koude weersvoorspellingen en natuurlijk de regen. Maar toch een mooie regenboog over deze herdenking. En in het kader van de herdenking komen in Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen 55 strankelstenen, de zogenaamde stolpersteinen. En die herdenken Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn kleine gedenkstenen die in de stoep worden getegeld. En deze stenen komen voor de huizen van Joden die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd naar concentratiekampen. Ze zijn een herinnering aan alles van wat er is gebeurd. Het is natuurlijk wel een gemeenschap die toen zomaar uit de maatschappij is weggerukt en vermoord. En dat alleen maar om hun geloof. Deze struikelstenen zijn een mooie toegevoegde waarde voor het straatbeeld in de gemeente. Want dit is iets wat permanent terug te zien zal zijn in Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen. En zo blijft de herinnering voor wat gruwelijk er is geweest en gebeurd tijdens deze Tweede Wereldoorlog. De struikelstenen, die nu al onder meer in Gouda en Bodegraven liggen, zullen vlak voor 4 en 5 mei 2020 in Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen worden geplaatst. Het is dan 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De bedenker van de gedenkstenen, de Duitse kunstenaar Gunther Demnig, zal daarbij aanwezig zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 55 in Alphen aan den Rijn en in Aarlanderveen woonachtige Joden om het leven gekomen. In de andere dorpen van de gemeente Alphen aan den Rijn woonden geen Joodse slachtoffers. Een in Zwammerdam ondergedoken Joods gezin is ook gedeporteerd en deze familie woonde in Sneek. Zij worden in Sneek herdacht, ook met een stolperstein. Terwijl inmiddels de lucht weer openbreekt en het blauw tevoorschijn komt, heeft de défilé nu een definitief aanvang genomen. En mogen alle aanwezigen even een gedachte brengen bij het standbeeld. Het standbeeld wat hier in de burgemeester Visserpark staat en wat de tekst bevat. Hoe zou dit volk de tirannie verdragen en het zwaard niet heffen tegen bruut geweld? Zij volgden het lichtspoor uit vervlogen dagen en hebben het over het offer van hun leven niet geteld. Vandaag weer veel jeugd aanwezig is en zo dus ook de herdenking wordt doorgegeven. En in dat kader is er een prachtig iets, een prachtig geschreven woord met de titel Lest We Forget. Waarom marcheer je nog steeds, oude man, met op je borst de medailles van het gevecht? Waarom rouw je nog steeds, oude man, om vrienden die je toen ter ruste hebt gelegd? Waarom glanzen je ogen nog steeds, oude man, als de signaalhoren zijn geluid verspreid? Waarom huil je nog steeds, oude man, om gebeurtenissen uit een ver verleden tijd? Ik zal je zeggen, jonge man, waarom ik nog marcheer en mijn versierselen zijn opgespeld. Ik zal je ook vertellen, jonge man, waarom ik rouw om elke gesneuvelde held. Mistig spinrag over het grijzig veld roepen beelden op van lang verleden jaren. Toen jonge jongens het leven lieten en hun moeders daardoor ontroostbaar waren. Begraven in een grafkleed van parachutestof, hun jonge lichamen verschroeid, verbrand
een vers gedolven massagraf met bloedbevlekte varens aan de rand. En jij vraagt me waarom ik hier marcheer? Dat doe ik om jullie te herinneren, elke keer maar weer. Zonder deze verloren appelgroene jonge levens, vent, had jij nu de waarde van de vrijheid niet gekend. Je ziet het aan de beelden, zoals ik al even memoreerde, ook veel jeugd aanwezig, jongere kinderen bij deze herdenking. En terwijl u kijkt naar het defilé van deze aanwezigen bij de dodenherdenking, gaan wij deze live uitzending beëindigen. En wijzen wij dus graag op de activiteiten morgen 5 mei, bevrijdingsdag 2019. Om 12 uur worden de lopers die in Wageningen het bevrijdingsvuur hebben opgehaald dus in het burgemeester Visserpark verwacht. En dat gebeurt onder begeleiding van historische moderne defensievoertuigen. Burgemeester Lisbeth Spies zal dan bij het monument in het burgemeester Vesterpark het bevrijdingsvuur aansteken en doorgeven aan groepjes kinderen die het vuur zullen gaan ontsteken in Boskoop en Benthuizen. Dan vertrekt de kolonne met de voertuigen via Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude-Rendijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen, waarna bij aankomst en ontsteken van het bevrijdingsvuur in Boskoop de intocht van het bevrijdingsvuur is geëindigd. 5 mei is bevrijdingsdag, maar die dag kunnen wij alleen maar vieren door de vele persoonlijke offers die gedurende vele decennia in verschillende conflicten en oorlogen gebracht zijn en welke offers wij dus vandaag ook hier in Alphen aan Rijn herdachten, opdat wij nooit vergeten. Hartelijk dank voor uw aandacht bij deze live uitzending en wij wensen u een mooie bevrijdingsdagviering morgen 5 mei. Thank you.